Hoe maak je van een PowerPoint-slide vol met bullets en informatie een beeldende slide? Je begint met het schrappen van inhoud. En omdat dat soms lastig is, doen we het in twee en als je wilt meerdere keren. Het doel is om niet meer dan 3 tot hooguit 5 woorden per bullet over te houden. Sommige zinnen zijn nog behoorlijk lang na die eerste ronde, dus we doen er nog eentje. We veranderen ook meteen de titel. Het woord veranderproces zegt zo weinig. Nu weten we waar we naar kijken. Deze slide is op zich al enorm veel beter. Maar we gaan nog een stapje verder en we gaan ontwerpen. En misschien denk je, ja zeg, maar ik ben geen ontwerper, dat kan ik niet. Blijf kijken, want met een paar eenvoudige elementen die je zelfs allemaal uit PowerPoint haalt, maak je deze slide voor je publiek nog veel aantrekkelijker om naar te kijken. We kiezen een foto uit de fotogalerij van PowerPoint. Onder invoegen, invoegen afbeeldingen, vind je voorraad afbeeldingen. Microsoft Office heeft prima beeldmateriaal. Dubbelklik op de foto en kies voor bijsnijden. Maak met de zwarte hendels de foto zo groot als de slide en kies vervolgens opvullen. Je kunt hem nu nog een klein beetje schikken, zodat hij helemaal erop staat zoals jij dat wil. Omdat de foto vrij licht is van kleur, zetten we er een transparante laag overheen. Dan is de tekst straks beter leesbaar. Kies voor invoegen en ga naar vormen. Kies een vierkant en maak die net zo groot als de slide. Ga op de vorm staan en klik de rechtermuisknop. Rechts opent een menutje waarmee je de vorm kunt opmaken. Kies het verfblikje en ga naar kleur. Kies daarvoor zwart. En zet de doorzichtigheid voorlopig op 50%. We kopiëren de overgebleven tekst en zetten die ergens aan de rand van de slide. Verplaats de titel naar de goede plek. Kies onder Start voor een lettertype en kleur naar wens. Zet de lettergrootte op 28. Binnen de afbeeldingen van PowerPoint kun je ook kiezen voor pictogrammen. Het is een vrij beperkte hoeveelheid en je moet soms flink zoeken om iets geschikts te vinden. Voor doel en visie zocht ik eerst op doel, maar dat vond ik te voor de hand liggende resultaten. Met weg vond ik een betere. Voor cultuur kwam ik niet veel verder dan een aantal mensen. Uiteindelijk vond ik voor elk woord een pictogram. Als je echt mooie iconen wilt vinden, dan raad ik je aan om naar The Noun Project te gaan. En daar lid van te worden als je ze vaker gebruikt, want daar heb je miljoenen iconen. Als je dan een zoekopdracht geeft, dan zit er 9 van de 10 keer een goede bij. Nu moeten we nog zorgen dat alles netjes ten opzichte van elkaar wordt uitgelijnd. Dat doe je met het menu Schikken. Selecteer alle iconen, ga naar het menu Schikken. En kies voor uitlijnen boven uitlijnen. Vervolgens selecteer je nog een keer alle iconen en kies je voor horizontaal verdelen. Doe dit ook met de onderste rij iconen. De laatste stap is de teksten onder de iconen zetten. En ook die lijn je weer netjes uit. De finishing touch, om het nog overzichtelijker te maken, zijn dunne lijnen. Ga naar vormen en kies voor lijn. Hou de shiftknop ingedrukt en trek de lijn zo ver uit als nodig. Kopieer de lijn en zet die ook op de goede plek. Beslis of de tekst goed leesbaar is en pas eventueel de doorzichtigheid van de rechthoek nog een beetje aan. Met zo'n slide heeft het publiek in 1 oogopslag een beeld en kun jij als spreker de informatie die daarbij hoort vertellen,
zodat het publiek naar jou luistert in plaats van dat zij teksten lezen.